Juist in deze onzekere tijden is het belangrijk om elkaar te blijven ontmoeten, te informeren en te inspireren over hoe we het morgen slimmer en beter kunnen doen. Welkom bij de livecast van Pakhuis de Zwijger. Goedenavond en welkom bij de livecast van Pakhuis de Zwijger. Mijn naam is Dion Abdelhuiskan en ik ben jullie moderator voor vanavond. Dit programma is een tweede in een tweeluik, genaamd de Wellbeing Economy. En wat het nou precies is hoe dat tot uiting komt, daar gaan we het zo meteen uiteraard met elkaar over hebben. Ik heb weer een tof programma voor jullie in petto. Met name eigenlijk toch wel de inhoud van de theorie en hoe het in de praktijk te implementeren is. Er is natuurlijk heel veel gaande. Kijk naar de klimaatcrisis, financiële crisis, coronacrisis. En de vraag is dan eigenlijk in hoeverre is het huidige economische systeem daar wel voor op de juiste manier voor ingericht? Nou, dat en meer, dat ga ik vandaag bespreken met drie mensen. Ik heb twee mensen in de studio en één persoon die via Zoom inschakelt. In de studio bij mij heb ik Neja Awaki. Welkom. Stratege en conceptontwikkelaar creatieve en inclusieve stad. En ik heb hier ook Abdelhamid El-Idrissi, directeur studiezalen in Amsterdam. En ook Amsterdammer van het jaar. Oh, ja. Ja, klopt toch, hè? Twee jaar geleden. Blijft Amsterdammer van het jaar. Ja. En dan heb ik ook nog Ellen Oetemans via Zoom, programmamanager Amsterdam Impact bij de gemeente Amsterdam. Welkom. Dank jullie wel. Ik zou zeggen, het is een tweede in het tweeluik. Dus misschien is het leuk om eventjes terug te blikken op wat we bij de vorige serie hebben besproken. Neja, jij nam toen ook deel aan het gesprek. Kan jij ons een soort van korte recap geven over de well-being economy? We zijn vorige week in gesprek geweest. Eigenlijk vooral ook met mensen uit de academische wereld. Over die well-being economie. En zijn we eigenlijk in eerste instantie ook even stilgestaan. Maar wat is economie eigenlijk? Omdat je eigenlijk ziet dat er heel veel ideeën en connotaties zijn bij wat economie is. En hebben eigenlijk even teruggebracht zeg maar, naar wat het is. En dat is eigenlijk een sociale wetenschap die probeert de beperkte middelen die we hebben, waaronder bijvoorbeeld ook natuurlijke middelen, en zeg maar de behoeftes van de mens. Die eigenlijk, bijna onbevredigbaar zijn. En hoe kan je dat eigenlijk op de beste manier organiseren? En, dat was eigenlijk heel erg interessant. Want er werd meteen in het gesprek inderdaad een soort van gelaagdheid aangebracht in wat is nou eigenlijk economie? En de eerste associatie is vaak geld, cijfers, statistieken misschien zelfs. Maar in het gesprek brachten jullie inderdaad een behoorlijke gelaagdheid aan. Ja, eigenlijk ook weer teruggebracht, zeg maar, omdat je eigenlijk ziet dat economie sinds de jaren 80 eigenlijk vooral gaat over economische groei en hoe kunnen we die markt laten groeien. En eigenlijk markt als de oplossing of de route waarlangs we heel veel dingen kunnen gaan organiseren. Ja. Dus eigenlijk echt het paradigma dat als we de markt de ruimte geven, als we de markt ondersteunen, dan kan die markt welvaart creëren. En dan gaan we er eigenlijk vanuit dat die welvaart ook wel bij iedereen terechtkomt op die manier. Dus eigenlijk, we maken de taart groter. En doordat we een grotere taart hebben, kunnen we eigenlijk meer verdelen. Maar wat je eigenlijk ziet, en dat is niet een mening of links of rechts, is dat je eigenlijk ziet dat de economie eigenlijk sinds 30, 40 jaar eigenlijk alleen de ongelijkheid toeneemt. Nou, dat heeft bijvoorbeeld econoom Piketty heeft dat bewezen. Echt empirisch laten zien van er is eigenlijk een tijd geweest, best wel een beperkte tijd, van de industriële revolutie tot aan de jaren 70, 80 na de oorlog, waarbij eigenlijk die ongelijkheid afnam. Dus je zag echt van, we hebben een economie die ervoor zorgt eigenlijk dat steeds meer mensen een beter leven krijgen. Maar vanaf de jaren 80 is er eigenlijk iets gebeurd in de economie. De inflatie nam toe naar verschillende redenen. En dat was toen aanleiding om ervoor te kiezen eigenlijk voor het pad van het neoliberalisme, kapitalisme. Ik wil niet te veel zeg maar, met in dat soort termen spreken, maar wat het betekende was dat
toen eigenlijk de koers is genomen met de Verenigde Staten en Groot-Brittannië als voorlopers door te zeggen, we gaan privatiseren, de overheid is eigenlijk inefficiënt, dus zorg, vervoer. En dat is veel later ook eigenlijk in Nederland gebeurd. En wat interessant is eigenlijk aan die ontwikkeling, is dat die ook was gedepolitiseerd. Mm. Dus het was niet, we hebben niet eigenlijk een maatschappelijk debat met elkaar gehad van, goh, dit is hoe het nu met de economie gaat. Hoe zien we dat? Hoe zou het anders willen organiseren? Maar is dat heel erg als gegeven mee van, nou ja, het is inefficiënt. Dit is de route die wij gewoon moeten volgen om ervoor te zorgen dat die economische, dat die economie blijft draaien. Eigenlijk is ook één visie dus opgelegd en zijn er niet per se meerdere keuzes voorgelegd en besproken, bediscussieerd. En ja, okay, ja, het is helder. Eigenlijk gewoon een beetje als soort van gegeven gebracht. Mm-hmm. En dat merk je dus nu eigenlijk ook hoe het in algemeen in onze hoofden zit. Als wij denken over economie, dan denken we over financiële markten. Zijn we er ook echt van overtuigd van ja, weet je, als die markt instort of we hebben echt het gevoel dat het iets is eigenlijk wat op een bepaalde manier werkt. Terwijl we het gesprek waar wij het over hadden, hebben we het zeg maar eigenlijk weer teruggebracht. Van wat is eigenlijk economie? En dat er absoluut ruimte is voor ons ook om dat systeem te ontwerpen. Waarbij we ook echt kijken, hoe kunnen wij dat zo organiseren dat het daadwerkelijk bijdraagt aan ons welzijn. Dus vandaar ook het woord well-being economie. Omdat het eigenlijk veel meer laat zien, we gaan niet sturen op dus die groei. En dan hopen dat het overal een beetje terechtkomt, waarvan we eigenlijk zien dat het alleen maar scheef groeit. Eigenlijk een beweging. Eigenlijk de dominante theorie op dit moment is ook dus dat je veel meer moet gaan sturen op meerdere waarden. Waar natuurlijk klimaat een hele belangrijke is. Nou, dat krijgt ook heel veel aandacht. We zien dus dat we eigenlijk hoe we onze economie organiseren, dat dat ten koste gaat van de planeet en dat is onhoudbaar. Maar het gaat ook over die sociale grenzen. Dat we ook die economie organiseren, dat we er niet van uit kunnen gaan dat het bij iedereen terechtkomt. En moeten we toch echt iets doen, zeg maar, aan het systeem die eigenlijk ongelijkheid versterkt. En Kees Klomp, een van de aanwezigen, ja, die maakte ook het verschil tussen welzijn en welvaart. Kan je daar ook misschien nog kort op terugblikken? Welvaart kan je eigenlijk zien als een soort van de materiële welvaart. Dus ja, het hebben van een huis, van spullen, financiële middelen. En welzijn is eigenlijk breder. Dus dan kijk je bijvoorbeeld ook naar de kwaliteit van de gezondheidszorg. Heb je daar toegang toe? Hoe ziet je omgeving eruit? Heb je toegang tot groen? En wat voor gezin leef je? En wat voor gemeenschap leef je? Is er perspectief? Want dat, eigenlijk kun je het ook een beetje op jezelf betrekken door te denken, wat is eigenlijk voor mij als mens belangrijk? Is dat alleen maar als ik heel veel geld heb, ben ik dan heel blij? Maar wat zijn eigenlijk andere dingen die ik ook belangrijk vind? Ja. En dan wordt het eigenlijk heel logisch dat het dat het ook voor ons als mens niet zo werkt dat, tuurlijk, weet je, iedereen wil meer geld en dan kan je meer kopen. En nou ja, er is wel correlatie tussen het hebben van geld, zeg maar, en een goed bestaan kunnen opbouwen. Maar het gaat om meer dan dat. En dat is echt het verschil waarbij dus inderdaad gaat, we gaan naar meerdere waarden kijken. We kijken niet alleen maar, oh, als we heel veel geld maken, komt het goed. Nee, we gaan veel gerichter kijken, hoe zorgen we ervoor dat die economie zo wordt ingericht dat het bijdraagt eigenlijk aan al die waarden die wij belangrijk vinden als mens, als samenleving. Oké. Okay. Het programma heet The Wellbeing Economy. Maar is, ja, er eigenlijk ook een Nederlandse term die de lading zou dekken? Welzijn, dat heeft ook al een bepaalde term, zeg maar ook het welzijnswerk. En dan zit je al een bepaalde hoek. Ik had laatst zelf de term welbevinden gebruikt. Mm-hmm. Dus dan zit je eigenlijk veel meer inderdaad van het bevinden hoe. En nou ja, ik denk dat het veel meer over dit gesprek, dat we veel meer maatschappelijk debat zouden moeten hebben eigenlijk over wat economie is en welbevinden. En ja, waardoor we ook bepaalde dingen opnieuw betekenis kunnen gaan geven. Ja, precies. Oké, dankjewel.
Abdelhamid, yes. We hebben eigenlijk net een soort van theorieles gekregen over de well-being economy. Veel geleerd. Heb je zeker. Veel geleerd? Absoluut. Was je ermee bekend met deze theorie? Nee, ik spreek en zie en werk natuurlijk goed samen met Nasha. Dus ik hoor veel van haar. Dus inderdaad, heel veel heb ik al gehoord en is bekend. Ja. Okay. Ja. Ellen, vanuit de gemeente Amsterdam is dit waarschijnlijk niet een onbekend fenomeen. Heb jij misschien nog iets aan te vullen als het gaat om de theoretische uitleg van de well-being economy? Nee hoor, ik denk dat Nasha het helemaal fantastisch heeft uitgelegd. Het is voor ons helemaal niet onbekend inderdaad. En ik kan ook iets vertellen over het programma wat wij doen om eigenlijk die well-being economy in praktijk ook handen en voeten te geven. Ja, graag. En wij werken eigenlijk, ik vind de analogie van de taart heel mooi. Wij werken eigenlijk aan een ander soort taart met andere ingrediënten. En ook, hij ziet er op een andere manier uit en hij smaakt ook anders. Hij smaakt wat mij betreft ook veel beter dan de taart die we tot nu toe brouwen met elkaar. En in dat programma, dat Amsterdam Impact Programma, werken wij er eigenlijk naartoe, naar die andere economie die net ter sprake kwam. En dat betekent dat we allerlei acties ondernemen om te zorgen dat er niet alleen winst gemaakt wordt, maar dat er vooral ook maatschappelijke waarde wordt gecreëerd. Eigenlijk die waarde waar we het net ook over hadden. En dat doen we heel specifiek door het ecosysteem van impactondernemerschap te stimuleren. Dus wij hebben heel veel oog voor ondernemers die eigenlijk als doel hebben om die maatschappelijke waarde te creëren en ook onze uitdagingen in de stad en in de wereld op te lossen. Dat zijn dan de sociale ondernemingen. En daarnaast hebben we ook heel veel oog voor eigenlijk bedrijven die gewoon begonnen zijn met winst als doel. En die nu ook zien van, hey, weet je, er gaan toch een aantal dingen niet helemaal lekker. Laten we het op een andere manier aanvliegen. En ook zien dat kan. Dus dat, nou ja, dat stimuleren we. En dat doen we vooral met het uiteindelijke doel dat het ook voor mensen in de stad en in de wereld beter wordt. Weet je, dat we iets doen aan de tweedeling, aan inclusiviteit, aan klimaat en duurzaamheid en armoede. Dus wij denken dat het heel logisch is om ook de handen ineen te slaan met dit type ondernemingen. Omdat je als je samen optrekt, gewoon veel betere resultaten nog kan boeken op het oplossen van die problemen waar we allemaal voor staan. Sorry. Ja, ik wilde zeggen, op welke manier stimuleren jullie dat soort initiatieven dan? Ja, nou hier heb ik natuurlijk meteen keuzestress. Want ik heb eigenlijk zoveel voorbeelden die ik met jullie zou willen delen. Misschien een voorbeeld is dat we net hebben gelanceerd samen met Stadsdelen en ook Impact Hub een initiatief dat heet Boost Je Buurt. Waarbij we impactondernemers die op buurtniveau actief zijn willen faciliteren en ondersteunen. Door ze ook aan te bieden trainingen om hun businessmodel nog verder aan te scherpen. En dat doen we dan aan de hand van een aantal maatschappelijke thema's zoals de inclusieve buurt, de duurzame buurt en de gezonde buurt. Dus dan vragen we van, hey, hebben jullie mooie oplossingen daarin? En dan, op die manier, dat is een van de manieren waarop we op buurtniveau ook actief zijn. Maar we zitten ook in markttoegang, dus te zorgen dat die mooie producten worden gekocht. Weet je, bijvoorbeeld bij burgers en consumenten, waarvan je dan zegt van, je moet niet heel veel kopen, maar als je dan iets koopt, doe het dan bij een impactonderneming. Want ja, als die floreren, des te meer impact wordt er gemaakt. Ik wil nog één ding toevoegen, want het betekent niet dat wij een soort van zaligmakend marktidee daarin hebben dat alles moet worden opgelost door ondernemingen. Zeker niet. Maar impactondernemingen hebben nou net als soort best of both worlds aanpak, dat je en ondernemerschap hebt, terwijl je ook werkt aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Ja. Dus daarom vinden wij het echt heel erg de moeite waard om daarmee partnerschap te hebben en ook dat te stimuleren. En dat gaat niet altijd over rozen, maar dat gaan we in de volgende ronde wel bespreken. Ik kom daar zo meteen zeker op terug. Nasha, jij hebt een breed programma ook opgezet om eigenlijk ervoor zorg te dragen dat mensen kunnen meehelpen bouwen aan de economie. Kan je daar ons kort wat over vertellen? Ja,
Nou, dat is eigenlijk een initiatief vanuit Fearless Amsterdam, de 90 van Amsterdam. Een programma wat zich eigenlijk bezighoudt met hoe zou je eigenlijk filmen vanuit de stad regie kunnen pakken. Mm-hmm. En eigenlijk veel meer het belang ook, zeg maar, van de burgers kunnen dienen. En ja, binnen dat programma willen we eigenlijk aan de slag met het principe van community wealth building. En dat is ook ontstaan, zeg maar, vanuit de VS en Groot-Brittannië, waar dus die privatisering helemaal was doorgeslagen. En eigenlijk men is gaan kijken van hoe kunnen wij op lokaal niveau veel meer de regie terugnemen. En kijken ze bijvoorbeeld, kunnen wij onze eigen energie gaan opwekken en aan de bewoners aanbieden? Kunnen wij onze eigen zorg organiseren? En eigenlijk datzelfde principe, dat willen we ook gaan toepassen in Amsterdam. Om te gaan kijken hoe eigenlijk vanuit buurten, wijken, we een mindset kunnen creëren en ook kunnen helpen om veel meer regie te nemen, ook over die economie. Wat je nu eigenlijk ziet in de ontwikkeling, hoe wij de stad ontwikkelen, is dat vaak het idee is, wijken die fysiek in die zin achtergesteld zijn, waar nog een bepaalde ontwikkeling moet plaatsvinden. We proberen de wijk veiliger te maken, leuker. Dus denk aan placemaking, het brengen van broedplaatsen. Maar ook te kijken naar, ja, hoe zorg je ervoor dat de buurt veilig genoeg is. En eigenlijk op die manier het aantrekkelijk te maken voor bedrijvigheid. Vanuit de community wealthbuilding willen we eigenlijk zeggen, we gaan juist met en voor door de buurt ook die economie ontwikkelen. Ja. Dus, dat is ook een beetje wat jij doet volgens mij, toch? Want jij bent ook betrokken bij dat project. Ja, Op buurtniveau eigenlijk in Osdorp. Ja. Hoe geven jullie dan eigenlijk, ja, hoe geef je een soort van praktische invulling van hetgeen wat Neja net uitlegde? Even goed, zeg maar, ook niet dat wij het bedacht hebben. Want ik heb toen we dit programma hadden ontwikkeld of hiermee aan de slag wilden, hebben de studiezalen benaderd. Mm-hmm. Of zij eigenlijk partner wilden zijn. Omdat je, en de reden daarvoor is dat je ziet dat een partij als de studiezalen, die zijn ingebed in zo'n wijk, in zo'n buurt, in de samenleving. Dus die zijn eigenlijk al bezig met empowerment van die kinderen. Ja. We betrekken daar ook de ouders bij. En datzelfde principe willen de studiezalen eigenlijk breder gaan oppakken. Hoe kunnen we ook de ouders, broers, zussen pakken? En dacht ik, nou, dit is eigenlijk een hele mooie basis om vanuit ook zo'n organisatie en het gegeven dat Stadsdeel eigenlijk ook serieus wil gaan kijken naar een systeemverandering. Ja. Om met elkaar te gaan kijken, hoe kunnen we eigenlijk die beweging nu ook versterken door ook te gaan nadenken over die economie. Ja, want jullie hadden, eigenlijk wat je zegt, de studiezalen had al een dergelijke aanpak. Ja, die waren ermee bezig. Dus dan vertaalslag gemaakt. Dus voordat ik dan zeg van, hey, het is helder, heel goed dat je, ja, het is heel goed dat je eventjes een soort van nuance hebt aangebracht. Ja. Yes, nee, eigenlijk kwam alles samen afgelopen zomer. Ja. We hebben samengewerkt aan een hele toffe zomerschool die we samen met de gemeente Stadsdeel en onder andere het Amsterdam Museum. Het netwerk van Nasha met al die mooie cultuurinstellingen heeft ons enorm verrijkt. Vooral die kinderen en die ouders verrijkt. Op een gegeven moment kreeg ik inderdaad de vraag vanuit Stadsdeel Nieuw-West om te denken over die systeemverandering. Wat is er nou nodig om een wijk ook echt duurzaam verder te helpen? Ja, en bij die vraag voelde ik me heel goed. Enerzijds hebben we al zoveel ervaring met Stichting Studiezalen. Je kent de verhalen van de kinderen, je ziet precies wat er nodig is. Van die broers en zussen, van die ouders. Maar ook het hele netwerk eromheen heb je al zo lang contact mee. En je ziet dat er wat moet gebeuren om ook die gelijke kansen impactvol te realiseren. Dat het niet bij brandjes blussen moet blijven. Nogmaals, toen ik die vraag gesteld kreeg, was Osdorp in dit geval, de wijk Osdorp, dat is het speelveld geworden. We zijn een welzijnsorganisatie geworden, een jongerenwerkorganisatie, waarbij nogmaals, de expertise van de studiezalen wat we binnenshuis in zo'n locatie in de wijk organiseerden, dat nu op wijkniveau. Dus we hebben bedacht, je leert de kinderen kennen, dat is altijd het startpunt. Vervolgens dus die broers en zussen. En dan ga je steeds dieper binnen de gezinnen. Je hoort aan wat zijn je dromen, doelen, wensen, maar ook wat zijn je zorgen. En dat gaat dus ook over, ik hoorde net al vaker vallen, de term waarde. Je maakt eigenlijk die kinderen veel meer waard. Dat ze geen
ja, je ontneemt de zorgen op het gebied van persoonlijke groei. Mm. Maar ook het netwerk vergroten. Ook zij moeten de Adamtoren leren kennen. En al die mooie organisaties, dat moet hun netwerk worden. Maar het gaat ook over ja, het is ook over sportwereld leren kennen. Het is niet alleen maar kickboksen en voetbal. Het gaat ook over al die andere mooie eigenlijk sporten. Eigenlijk het helpen verbreden van hun horizon. En ja, de mogelijkheden die ermee gepaard gaan. Juist. En dat ze zelf ook echt een soort van... Ja. Keuzevrijheid hebben, ja, om, ja, te bedenken van wat past nou echt bij mij en waar kan ik me verder in, ja, ontwikkelen om die waarde van mijzelf als persoon, maar juist, ook misschien economisch te vergroten. Ja, inderdaad. En als dat betekent dat je op jonge leeftijd al een ondernemer wil worden, kijk dan naar de ingrediënten in de wijk. We hadden het erover, Nasha, ik over, ja, een gezin dat een eigen schoonmaak, of een vader die een eigen schoonmaak bedrijf wilde starten. Ja, hoe geweldig is het om want hij wilde uit de uitkering, uit de schulden, uit de situatie, hij wilde groter gaan wonen. Ja, het is heel simpel. Binnen een maand een goede baan. Inderdaad, financiën zijn nodig om groter te gaan wonen. En dan uit de situatie te komen. Maar hoe fijn is het als je dan de wijk, dus het schoolgebouw binnen jouw wijk mag beheren en onderhouden. En dan samen met andere bewoners en misschien wel jouw kinderen of je vrouw en de buren. Ja, dat zijn die nieuwe economie. Ook die term heb ik van Nasha geleerd. Nieuwe economie laten ontstaan vanuit wel die betrokkenheid, dat contact, die relaties die je opbouwt. Maar het is eigenlijk zo, als ik het goed begrijp, sorry dat ik onderbreek, ja, maar is het dan een soort van het stimuleren van een wijkeconomie, maar ook het betrekken van bewoners in die wijkeconomie? Ja, ja, en vooral eigenlijk voor te zorgen dat die economische kansen die er zijn of die er gaan komen, dus ook anticiperen eigenlijk op een ontwikkeling, mm-hmm, dat ze zich daar bewust van zijn. En dat je daarop kan organiseren. Het liefst ook voorsorteert. Omdat je, dus als je bijvoorbeeld kijkt nu naar ontwikkelingen, dan is het eigenlijk een ontwikkeling die nu ook zo hard gaat. En eigenlijk langs de mensen gaat. Dus een wijk die wordt beter. Maar voor je het weet, nou ja, is er misschien een nieuw winkelstraat. Is er al bepaald hoeveel het kost? Is het helemaal niet toegankelijk voor de bewoners? Ja. En hier zeg je eigenlijk, en ik zit even te kijken of ze dat plaatje kan laten zien, wat ik. Dat je eigenlijk ziet dat als je het hebt over ongelijkheid, dat uitzicht, zeg maar, bijvoorbeeld in ongelijke toegang tot netwerken, ongelijke toegang tot kennis. En wil je dus echt daadwerkelijk ervoor zorgen dat mensen deze economische kansen kunnen gaan benutten, dan vraagt dat om een proactieve houding. Dan vraagt dat, zeg maar, in een term social equity of equality of outcome. Dus dan ga je niet zeggen, wat bijvoorbeeld nu beleid is van de gemeente Amsterdam, is het gelijkheidsbeginsel. Mm-hmm. Dus er worden beleidsprogramma's ontwikkeld. En die moeten eigenlijk voor iedereen gelijk toegankelijk zijn. Dus we verhouden ons eigenlijk niet tot die ongelijkheid. Terwijl we weten van, ja, als we dat niet doen, dan weet je eigenlijk gewoon dat een bepaalde groep, ja, dat ze niet kunnen. Maar die achterstand is er. Dus is de vraag van, hoe kan je processen aanpassen? Hoe kan je mensen empoweren om die kansen ook te pakken? En wat we hier willen doen eigenlijk is heel even een moment pakken. Om de bewoners daar bewust van te maken. Maar ook het gesprek aan te gaan met de gemeente. Om met elkaar ook vast te stellen welke voorwaarden daarvoor nodig zijn. Dus als je bijvoorbeeld fysiek gaat ontwikkelen. En je denkt er niet over na over de toegankelijkheid van bedrijfsruimtes. Dan is de kans heel groot dat wat wordt ontwikkeld niet toegankelijk is voor de mensen. Ja. Of dat je mensen van buiten laat invliegen die dus wel die kansen zien en eigenlijk al een plek innemen voordat, zeg maar, mensen daar aan toe zijn. En sluit hetgeen wat je nu zegt dan ook aan bij de ambitie die de gemeente Amsterdam heeft uitgesproken om een donutstad te willen worden? Je merkt dus dat is zeker de ambitie, zeg maar, mm-hmm, inclusiviteit, dat merk je ook. En dan geeft het aan, het is iets wat vaak terugkomt. Alleen die binnenkant van de ring, zeg maar, dus de menselijke kant, de sociaal-economische kant, daarin is de gemeente nog heel erg zoekende. Okay. Hoe ze zich daartoe moeten gaan verhouden, welke systeemveranderingen er nodig zijn.
Want ik wil daar wel heel duidelijk in zijn, zeg maar, van hoe het nu is georganiseerd. Sommige mensen vinden de term gentrification politiek. Het is eigenlijk gewoon wat er gebeurt. Zeg maar, de Nederlandse term is gentrificatie. Ja, of, nou ja, en dat betekent eigenlijk dat hoe we nu de stad nu ontwikkelen, ongelijkheid vergroot, mensen uitsluit eigenlijk en buiten de stad duwt. Mm-hmm. En wil je dat voorkomen, verkleinen, anders doen, dan zou je echt op een hele andere manier je ruimtelijke beleid moeten vormgeven. Ja. En daarbinnen ook je economisch beleid. Ja. En als we even met een voorbeeld, ik denk heel veel plat slaan. Je had het net ook over het zorgstelsel. Ja. We hebben toevallig van de week een moeder hebben ontmoet in de wijk. Het hele gezin is ongelukkig omdat zij last heeft van haar kies. Je zou zeggen, ga naar de tandarts, naar de huisarts en het wordt opgelost. Maar dan zie je inderdaad wat armoede met dit gezin doet. Mm. Dat ze de tandarts heeft wegbezuinigd uit haar verzekering, uit haar zorgverzekering. Waardoor ze daar geen toegang toe heeft. Waardoor er toch dan achteraf kosten worden gemaakt, zich in de schulden werkt door een pijnlijke kies. Ja, ja, inderdaad. En dan kun je nagaan van hoe ver dit gezin staat van hetgeen waar we het nu over hebben. Ja. Het is onmogelijk om dan überhaupt te denken aan stadsontwikkeling. Wat gaat er hier komen? Wat is interessant voor mij, voor mijn buren, voor mijn kinderen? Ja. Als je al met dit soort basis, eigenlijk, ja, hoe moet je het noemen? Basisbehoeften. Je hebt eigenlijk geen mindspace überhaupt om aan dit soort dingen te doen. Nog lang niet, inderdaad. Nee, maar hoe het kind ook daar de dupe van wordt. Die terugkomen inderdaad bij mensen die in de uitkering een situatie verkeren. Maar ook, je hebt ook een hele grote groep werkende armen. Dus mensen die wel gewoon part-time of zelfs fulltime werken, maar dan nog steeds onvoldoende verdienen omdat ze op dat lage minimumloon zitten en dan niet dit soort kosten kunnen maken, wat dan weer invloed heeft op uiteindelijk het welzijn van het hele gezin. Absoluut. En dat is eigenlijk en de gemeenschap. Ja. En dat is wat we willen zeggen. We moeten dan dit gezin omarmen, dit oplossen. En dan inderdaad zo ver krijgen dat ze inderdaad hierover mee kunnen praten en mee kunnen denken. Ja. En inderdaad zich uit de situatie kunnen trekken. Ja, precies. Ik wil nog heel even een voorbeeld misschien een mooi Ik wil Ellen eventjes ook de gelegenheid geven om nog even te kunnen reageren op... Ik dacht misschien een mooi bruggetje maken, omdat ik bijvoorbeeld een project eigenlijk, een soort sociaal ondernemingsproject, waar die nu actief zijn in Osdorp, die volgens mij ook in die zin eigenlijk een soort onderneming is die ook onder de type ondernemers geschaad kan worden van het Amsterdam Impact Programma. Het voorbeeld van TechConnect. Een heel mooi initiatief. Samenwerking met de studiezalen. Zij zien een gigantisch tekort eigenlijk in techbanen. Mm-hmm. Aan de andere kant heb je jongeren die op zoek zijn naar werk. En die willen eigenlijk ook snel werk. En zij hebben eigenlijk een programma ontwikkeld waarbij je na een half jaar al kan doorstromen naar een baan. Te gek, denk je. Even het economische verhaal erachter. Nou, dit is dan ook zeg maar het gesprek wat wij dan onderling hebben. Waar ligt het eigenaarschap? Dus wat je eigenlijk ziet, er is hier een kans. Een economische kans, zeg maar. Want dit is gewoon een business. Want TechConnect is ook gewoon een bedrijf. Mm-hmm. Zij maken eigenlijk gebruik van de aanvoer van de studiezalen. Dus het is de studiezalen die eigenlijk waarde creëert. Die eigenlijk met bloed, zweet en tranen ervoor zorgt, zeg maar, dat je in contact komt met die jongeren. Dat je ze eigenlijk klaarstoomt om die stap te willen maken. Vervolgens, TechConnect bouwt het kapitaal op. Zij hebben de jongeren, krijgen ze aangevoerd. Besparen in de werving- en selectiekosten. Besparen in de kosten- en wervingselectie. Ze bouwen zeg maar van, we hebben de toestroom. En dan zie je eigenlijk, dat is een heel mooi initiatief. Alleen hier heeft uiteindelijk zeg maar, de lokale gemeenschap zeg maar, heeft er niks aan, want het eigendom ligt niet daar. Wat zij eigenlijk doen is wel Het valt of staat inderdaad wel net met welke bril je opzet. En vanuit welk perspectief je eigenlijk ernaar kijkt. Aan de ene kant zou je denken, supermooi, mooi initiatief. Want mensen die werkzoekend zijn, worden hiermee geholpen. Ja. Maar jij zegt, ja, dat klopt, echter.
het eigenaarschap. Ja, en ik denk dat dit is mooi, maar ik had het mooier gevonden als dit instituut was gestart met het idee, dit wordt een coöperatief. Hmm. Alle jongeren, zeg maar, die zich aanmelden, zeg maar, die worden eigenaar van het bedrijf. Ze kunnen daarmee continu zelf eigenlijk blijven investeren in hun ontwikkeling. Ze kunnen andere jongeren aandragen. Ze kunnen zelf opdrachten binnenhalen. Ze kunnen een eigen detacheringsbureau opzetten. Want dit wordt wel gefinancierd, zeg maar, met subsidie, maatschappelijke partners. Maar uiteindelijk gaat het rendement op de lange termijn, de meeste waarde vliegt ook weg. En dit is dus eigenlijk ook waar het mij om gaat, is als je het hebt over ongelijkheid in de stad. Hoe ga je aan die ongelijkheid werken waarbij je ook het eigenaarschap en de ruimte neemt eigenlijk voor die ontwikkeling, dat die waarde ook daar kan landen. Ja. En niet dat het een economische kans is van, hey, ik zie hier een probleem, ik heb de oplossing. Maar het eigenaarschap, dus je wordt eigenlijk leidend voorwerp. Nee, precies. Ik snap wat je bedoelt. Ja. Ellen, jij bent programmamanager vanuit de gemeente Amsterdam. Als het gaat om het impactgedeelte. Als jij luistert naar dit gesprek, welke rol zou daar dan weggelegd kunnen zijn voor de gemeente? Ja, ik word natuurlijk heel erg voor de leeuw geworpen nu. Kijk, ik denk in ons programma gaat het er juist over dat we mensen stimuleren om hun eigen sociale onderneming te beginnen. Ja. En ook omstandigheden te creëren met elkaar waardoor die ondernemingen ook kunnen floreren. Begrijp je? En op die manier lossen we dan ook samen onze maatschappelijke uitdagingen op. Dus dat is de bril waar ik er door naar kijk, zal ik maar zeggen. En dat daarbij allerlei systeemveranderingen op heel veel verschillende fronten nodig zijn, zowel binnen de gemeente als ook daarbuiten en bij het Rijk, dat staat natuurlijk buiten kijf. Wat ik eigenlijk mijn eigen ervaring ook, ik ben heel erg gegrepen door de kansen die dit soort ondernemerschap biedt, ook voor de gemeente. En ik heb ook moeten leren dat sommige dingen gewoon, ja, moeten we ook oefenen met elkaar. Dat is niet dat ik dit wil platslaan, want ik vind het een heel legitieme opmerking, om het zo maar even te zeggen. Maar de kunst is hier volgens mij vooral om samen te kijken, als we dit soort ondernemerschap, wat dus wil werken aan ook inclusiviteit en tegengaan van tweedeling, maar ook armoede en klimaat. Wat is daar nou precies voor nodig? Wat kunnen we dan met elkaar binnen de huidige regels voor elkaar boksen? He, want dit soort ondernemerschap is natuurlijk een vreemde eend in de bijt. Ik zeg altijd liever van, het is een nieuwe ster aan het firmament, want dat vind ik veel positiever klinken. Ja. Maar dat betekent dat ze niet in de hokjes die wij met elkaar hebben afgesproken, dat ze daar niet helemaal 100% mooi invallen. Dan vind ik dan, en dat zo werken we ook steeds meer vanuit gemeente, hebben wij het ook, zijn we het aan onze stand verplicht om met elkaar te kijken, zowel binnen als met partners buiten de gemeente, van wat kunnen we binnen de regels nog voor elkaar krijgen. En als we dan zien van, hey, ja, die regels die zijn gewoon niet op toegesneden, dat we bijvoorbeeld dit soort ondernemerschap extra willen belonen of extra willen herkennen, dan moeten we ook wel tegen elkaar zeggen, dan moeten andere regels komen. Ja, dat is interessant dat je dat zegt. Want als we kijken naar het eerste gedeelte van dit programma, ging het ook heel erg over dat het huidige economische systeem en natuurlijk ook dan de bijhorende regels eigenlijk niet meer passen bij de situatie waarin we nu verkeren. En dat is natuurlijk op een gegeven moment, kom je in een spagaat terecht. Ach, ja, ja. Maar dat ben ik ook heel erg eens. Het heeft wel twee kanten. Het is natuurlijk leuker om het lekker zwart-wit, zeg maar, te vertellen met elkaar. Maar het is ook niet, het is niet zo zwart-wit. Weet je, die regels die we met elkaar hebben afgesproken, die hebben ook een functie. Dus bureaucratie is niet altijd slecht, want het geeft ook checks en balances. Dus het betekent dat je ook moet zoeken met elkaar naar de energie van, laten we proberen toch een uitweg te vinden. En anders moet je gewoon de regels aanpassen. En dat, ja, dat is dus best een uitdaging. Ik ga nu een lekker droog voorbeeld noemen. Ik hoop dat jullie dat niet erg vinden. Maar bijvoorbeeld dankzij onder andere Social Enterprise NL, dus dat de Belangenvereniging van Sociale Ondernemingen, wordt er nu in Den Haag gewerkt aan een nieuwe rechtsvorm voor dit soort ondernemingen. Dan denk je, jeetje, moeten we ons daar, weet je, we willen ook liever met sexy dingen bezighouden. Maar die rechtsvorm die geeft
herkenbaarheid. Waardoor je als inkoper bijvoorbeeld, en dan heb ik het niet alleen over de gemeente, maar ook over allerlei andere organisaties en ook gewone bedrijven die met zaken willen doen met sociale ondernemingen, kan je ook zien van, hé, wat voor vlees heb ik nou in de kuip? Dus dit soort dingen, daar gaat hele lange tijd overheen. Ook vind ik altijd veel te lang duren. Maar snap je? Dus dat is wel nodig. Nou, we moeten ook van dringen in het financiële systeem. Precies. Belastingvoordelen moeten we met elkaar kijken. Ja, er kunnen allerlei dingen nog gebeuren. Maar je zegt dat het een droog voorbeeld is. Maar ik denk dat het heel erg exemplarisch is. Want de wijze waarop het op dit moment ingericht is, heb je traditionele rechtsvormen. Terwijl je ziet dat er andere type ondernemingen zijn ontstaan. Waardoor de huidige regels eigenlijk niet van toepassing kunnen zijn op de wijze waarop zij hun bedrijfsvoering volgen. Ja. Dus dat is natuurlijk wel. Het is heel logisch dat er nu pas gesproken wordt over een andere rechtsvorm, wat denk ik wel inderdaad benodigd is. In de UK heb je het bijvoorbeeld al. Precies. Groot-Brittannië hebben ze een ander belastingtarief. Ja. Waardoor je eigenlijk minder afdraagt. Waardoor je dus eigenlijk in die zin ook ruimte creëert, eigenlijk voor het creëren van maatschappelijk rendement. Nee, ja. Ik weet denk ik als geen ander ook dat er heel veel bij komt kijken. Ik ben ooit begonnen bij het ondernemershuis. En heb ik ook bij de gemeente gewerkt. Dus ik weet dat het een complex systeem is. Dat het ook niet gaat alleen over de sexy dingen. Ik vind bijvoorbeeld zelf ook governance, juist die hele saaie dingen die we met elkaar kunnen regelen. Zoals inderdaad veranderingen in de belastingtarieven. Maar het rookt ook aan, wat je allemaal kan met regelgeving in de stad. Dus in die zin snap ik dat het gaat over hoe kan je stukje bij beetje dat systeem veranderen. Waar ik echt een discrepantie zie in het huidige beleid van de gemeente Amsterdam, is dat we zeggen we willen een inclusieve stad, maar we doen niet aan social equity. En voor mij is dat onverenigbaar. Kan je voor de kijkers uitleggen wat je bedoelt met social equity? Dat is dat plaatje eigenlijk wat ik net liet zien, waarbij je eigenlijk ziet dat er een ongelijke uitgangspositie is. Met social equity dan ga je eigenlijk je processen zo inrichten waardoor je dit mogelijk maakt. Hmm. En als ik nu bijvoorbeeld kijk naar het Amsterdam Impact Programma, ik ben trouwens wel heel blij om te horen dat er nu ook een programma is gericht op de buurten. Dat is denk ik iets waar ik ook afgelopen 2 jaar mee over in gesprek ben gegaan. Maar dan vraagt het eigenlijk dat je op die manier moet gaan verhouden. Dan moet je inderdaad gaan kijken we hebben hier een programma en het is voor ondernemers. Als ondernemer zou je daartoe moeten gaan verhouden. Maar dan zou je ook moeten gaan kijken, juist op die plekken willen we sociaal ondernemerschap hebben. En is dit de uitdaging? En wie is er drie hoog achter misschien bezig met een idee die inderdaad niet dat netwerk heeft die we verder kunnen helpen? Ja. Dat vraagt om een hele andere houding en beleid om iets te kunnen met die ongelijkheid. Ja. Dus ja, het is super complex. Als stad kan je sturen op een paar dingen. En ben je ook afhankelijk van de landelijke regelgeving. Maar ik denk dat we als stad nog niet voldoende ruimte pakken die we hebben, waarbij de vastgoedknop een hele belangrijke is. Hoe kunnen wij veel meer letterlijke ruimte creëren? Wat we bijvoorbeeld doen met broedplaatsen, daarvan zeggen we ook, kunstenaars vinden we belangrijk. Die kunnen niet marktprijzen betalen. Daar gaan we heel gericht iets voor bedenken. Als we een inclusieve stad willen zijn en we zien die ongelijkheid, hoe kunnen wij als overheid ons daarop inrichten, ons toe verhouden? En inderdaad, als het dan gaat over wijken in ontwikkeling, wil ik bijna zeggen, zet er een hek omheen en kijk even wat je met de mensen daarbinnen kan. Geef ze de ruimte om ook die kansen en die ontwikkeling te kunnen oppakken. Ja. Want hoe het nu gaat, wordt eigenlijk het kaas van je brood gegeten. Ja. Met de beste bedoeling. Met de beste bedoeling, ja, want dat wilde ik. Dat inderdaad, Ellen. Ja. Jullie stimuleren natuurlijk met name ondernemingen die wel die impact teweeg brengen of kunnen brengen, of in ieder geval willen brengen. Voor het probleem wat eigenlijk op tafel wordt gelegd.
Naja zegt dat er ook dat er meer mogelijkheden zijn vanuit de gemeente om ervoor zorg te dragen dat die social equity, tegemoet gekomen wordt. Zie jij daar ook die ruimte? Nou ja, wat ik wel zie is dat wij. Kijk, het lijkt nu een beetje alsof wij een soort van in onze achterkamer een programma hebben gemaakt. Zonder te kijken wat zijn nou de behoeften van die ondernemers en ook in die wijken. Dus wij hebben dat eigenlijk tot stand gebracht in samenspraak met heel veel verschillende partners die je ook echt nodig hebt met elkaar om dat voor elkaar te krijgen. Wij proberen wel daar zoveel mogelijk ook toegesneden op de behoeften van die ondernemers en ook van de mensen in de wijken daarop actie te nemen. En wij stellen ook bij op het moment dat we zien van hey, weet je, het is natuurlijk niks erger dan iets te maken of te doen waar in praktijk geen behoefte aan is. Dus dat Maar dat wordt volgens mij ook niet gezegd, toch? Tenminste, dat is niet wat ik hoorde. Nee, het gaat niet over de behoeften, zeg maar. Maar het gaat erover hoe zorg je ervoor dat je je verhoudt tot de ongelijkheid. Mm-hmm. Kijk, om misschien bijvoorbeeld een ander voorbeeld te noemen. De wijk Venserpolder. Daar was ook een sociale onderneming actief, Bloei en Groei. Die houdt zich eigenlijk bezig met het empoweren van vrouwen, maar is daar ook een businessmodel aan omheen het ontwikkelen. Kunnen wij met de groenten en fruit, zeg maar, die wij verbouwen, kunnen we daar zemmetjes van maken? Kunnen we er thee van maken? Zo'n onderneming eigenlijk. Daarvan merken we dat er heel moeilijk, zeg maar, een link wordt gemaakt, zeg maar, met de context waarin zij opereren. Maar ook eigenlijk überhaupt het spotten eigenlijk van dit soort organisaties die misschien dus niet van zichzelf contact zoeken met het programma, dat je daar veel proactiever, zeg maar, zelf naar handelt. Dus het gaat niet zozeer over dat ik denk dat het programma is bedacht zonder de behoefte eigenlijk in check te hebben. Maar het gaat eigenlijk over een groep die dus niet is aangesloten, die in een ongelijke positie zit. En hoe kan je ervoor zorgen dat je dat potentieel ook benut? Want ik wil daar ook heel duidelijk over zijn dat er liggen heel veel uitdagingen in bepaalde wijken. Maar er ligt ook heel veel, er is ook heel veel kracht en energie. En talent. Eigenlijk wat jij ook zegt is, misschien richting Ellen, is hoe het programma nu is ingericht, dat functioneert. Hè? Want dat, ik bedoel, en heeft echt wel een mooie ambitie en goede uitgangspunten. Maar wellicht dat er een groep is die daar niet in mee wordt genomen. Terwijl die wel die ongelijkheid met die ongelijkheid te maken hebben, maar ook die ongelijkheid tegen kunnen gaan in hun specifieke wijken. Ja. Dat is wat je zegt, toch? Ik ga het bruggetje maken naar Abdelhamid. Maar Ellen, is dat iets wat jij herkent? Wat wij... Kijk, wij hebben ook een loods- en verbindingsfunctie. En dat klinkt nu heel wat bureaucratisch, maar zo bedoel ik het niet. Maar wij proberen wel zoveel mogelijk onze voelhorens ook in allerlei wijken te hebben. En zetten ook verschillende ondernemingen, dus allerlei soorten ondernemingen die dus actief zijn op verschillende impactgebieden, die zetten wij ook in het zonnetje, bijvoorbeeld in de bi-social shoppingroutes. Dus we proberen daar wel zoveel mogelijk aan te doen, om daar wel de verbinding mee te hebben. Ja, ik heb ook wel eens het idee dat soms misschien ook wel dingen van de gemeente worden verwacht waarvan de gemeente niet weet dat het van hun verwacht wordt. Ik zie jou helemaal ja knikken. Weet je wat ik zo fijn vind juist aan dit onderwerp, is dat het ons de kans geeft om ook samen te kijken van hey, hoe kunnen we nou die dingen oplossen? Ja. Begrijp je? Dus daarbij is het belangrijk dat je met elkaar kijkt vanuit welke. Ik vind het dus heel fijn dat er ontzettend veel activiteit ook is op buurtniveau en op stadsdeelniveau. Dat is alleen maar heel goed. Kijk, het is ook soms goed om gewoon initiatieven te hebben die generiek zijn, die dus voor alle ondernemingen in Amsterdam gelden. Snap je? Dat is ook soms goed om te doen. Ja. Ik denk, het is iedere keer opnieuw kijken, ook in concrete gevallen, van hey, hoe kunnen we de koppen bij elkaar steken en vanuit onze rol te zorgen dat we die obstakels doorbreken. Ja, precies.
dan vaak genoeg ziet van, dit is niet één geval, maar dat lijkt op een ander geval. We moeten hier nu structureel iets doen. En wellicht dus ook regels, voor aanpassen en de structuren daar ook omheen bouwen, zeg maar. Ja. Ik ga nu even naar Abdelhamid, want ik heb hem, hij zit ook bij ons in de studio en heeft zoveel mooie dingen te vertellen. En ik denk dat de meeste mensen kennen jou als de oprichter van studiezalen en al het geweldige werk wat je doet met de kinderen. Maar je doet veel meer. Misschien kan je ons vertellen over een project waarbij je de welzijn van de burgers ook echt centraal stelt om de lokale economie, zeg maar, te stimuleren. Ik denk dat vanuit Homebase, dus wat we aan het ontwikkelen zijn en opzetten zijn in Osdorp, dat we daar ook studiezalen voor moeders en vaders aan het opzetten zijn. Volgens mij, we hebben het twee weken nadat we het hebben benoemd, hadden we al 180 aanmeldingen. Zo. Van ouders die mee willen doen. Ze hebben zich aangemeld en op een gegeven moment hoorden we al heel snel bijvoorbeeld een groep moeders die wilden leren zwemmen. Toen zijn we weer dat gaan uitvragen, gaan life coaches noemen wij het. En dan hoor je al heel snel, het gaat om inderdaad die samenkomst. Het gaat absoluut ook over dat zwemdiplomaatje, zodat ze eindelijk ook mee kunnen zwemmen in de zomervakantie met het kind. Maar toen besefte ik mij dat ik een van mijn medewerkers, vrouwelijke medewerkers, met die moeders moet laten meezwemmen. En dan ook weer die gesprekken laten ontstaan. En dan hoor je wat voor een kracht en power en talent er in die moeder schuilt. En dan hoor je wat de ambities zijn, maar ook wat de zorgen zijn. En de zorgen thuis over het kind. En daar moeten we dan wat mee doen. Dus dat laten we niet los, dat omarmen we. En inderdaad, als ik even een link maak naar hetgeen wat net is gezegd. Ik denk echt dat we als maatschappij. Deze moeders, deze individuen moeten vastpakken, niet los mogen laten. En er alles aan moeten doen om het tot een succes te laten komen. Dus als het nodig is om beleid te wijzigen of uitzonderingen te maken. Zoals inderdaad, als je bedoelde voor die kunstenaars. Of zoals we het zo vaak doen, voor allerlei partijen en groepen. Maar juist voor deze meest kwetsbare groepen. En inderdaad, om nieuwe economieën te ontwikkelen, op te zetten. Men is bang om bijvoorbeeld de uitkering te verliezen, waardoor men niet participeert. Ik weet dat wethouder Rutger Groot-Wassink met de pilot is gestart om dat behoud mogelijk te maken. En men mag experimenteren. Iets buiten mag ondernemen. Maar ik pleit echt voor veel meer van dat soort maatwerk. En misschien moeten we al die gezinnen aantallen in beeld krijgen. Dan hebben we het misschien over tienduizenden gezinnen. Prima. Targets voor iedereen, voor de gemeente, voor iedereen. Deze maand zoveel gezinnen uit de situatie helpen. Want volgens mij kan het echt zo snel. Ja, maar ik denk dat dit ook precies het grote verschil is tussen, zeg maar, een initiatief zoals die van jou. Jouw projectmanagement, vaardigheden die om de hoek komen kijken. En dan de rol van de gemeente. Want jij noemt het heel erg maatwerk. Jij geeft aan dat vanuit alle invalshoeken dat ook hetgeen is wat benodigd is om die sociale ongelijkheid tegen te gaan. En de gemeente heeft het eigenlijk over om ervoor zorg te dragen dat het zo generiek mogelijk geïmplementeerd kan worden. Ja. En dat is volgens mij hetgeen wat schuurt. Ja, eigenlijk ongelijkheid opheffen zonder social equity toe te passen, zonder de menselijke maat. Ja. Zonder je te verhouden eigenlijk tot die uitzonderlijke posities en daar iets mee te doen. Ja, zie ik het eigenlijk niet gebeuren dat we die ongelijkheid echt structureel kunnen aanpakken. Ja. Ellen, ik gaf net een korte recap, zeg maar, hè, waar we elkaar allemaal wel vinden. Dat is duidelijk, maar waar de obstakels ontstaan, zitten met name in de aanvliegroute. Ik denk wat ik heb bedoeld te zeggen, is dat ik dat het er juist om gaat om iedere keer te kijken waar kunnen we maatwerk bieden. Maar dat we ook wat we leren uit dat maatwerk moeten combineren met elkaar. En ook moeten zeggen, weet je, we moeten best wel heel veel maatwerk bieden. Moet het niet leiden tot andere regels of een ander systeem? Dat is wat ik heb bedoeld te zeggen, snap je? Zodat je ook structurele oplossingen vindt voor waar je steeds in individuele gevallen tegenaan loopt. Tegen welke dingen lopen jullie nu aan?
Nou, nee, ik loop niet. Nou, kijk, ja, ik zou iets kunnen zeggen over... Kijk, wat we proberen binnen de gemeente... en ik merk dat daar steeds meer affiniteit ook is met dit onderwerp. Weet je, in het begin was het natuurlijk ook... Nou ja, om maar weer even te zeggen, een vreemde eend in de bijt. Waar gaat dit soort ondernemerschap eigenlijk over? En oh jee, we willen een partnership. Maar hoe zullen we dat dan vormgeven? Nou ja, we hebben natuurlijk heel snel gezegd van... we willen graag launch and customer worden. Hè, want we kunnen dit soort ondernemers een steun in de rug geven... door samen met hen te innoveren en ook dan hun product te kopen. Nou ja, als je daar dan daarmee aan de slag wil, dan zitten daar bepaalde fases in. Als je aan collega's binnen de gemeente vraagt van nou, kan je iets over dit maatschappelijk probleem vertellen waar deze ondernemingen actief op zijn, dan geef je feitelijke informatie. Dat is heel comfortabel. Als je dan ook nog vraagt van, god, wil je eens met me meekijken naar het product wat ik wil, dan kan ik dat misschien nog verbeteren. Nou, dat is al een ander soort vraag. Als je dan aan het eind van de rit nog zeg maar in het vooruitzicht wil hebben dat de gemeente het dan ook koopt. Ja, dat is, weet je, dat is dan best wel ingewikkeld. En daar moet je dan met elkaar een oplossing voor vinden. Dat hebben we uiteindelijk ook gevonden. Onze collega's van Startup in Residence hadden daar ontzettende goede listen op bedacht. En de collega's van inkoop en de lead buyer en zo, die hebben daar dan mee geholpen. En dan... Ik vertel dit omdat ik in het begin ook dacht van... nou zeg, dit is toch gewoon zo klaar als een klontje. We gaan het gewoon doen. Maar er zijn dus systeemobstakels die je met elkaar moet wegwerken. En daar moet je je op concentreren om dat ook te doen. Ja, dus dat, dankjewel. Ja. Dat zou ik willen toe. En ik ben daar ook optimistisch. Weet je, ik ben ook wel eens ongeduldig. Maar ik ben tegelijkertijd heel optimistisch over dat we het wel voor elkaar krijgen. En dat we ook moeten doorzetten met elkaar... Ja. En dat we elkaar ook allemaal nodig hebben daarin. Neja, jij wilt erop reageren? Ik ben ook zeker optimistisch, zeg maar. Zeker als ik gewoon naar het verhaal van Abdelhamid luister... en op de verschillende plekken waar ik kom... waar ik gewoon de potentie in en de veerkracht zie. En dat heeft misschien ook te maken met mijn eigen achtergrond, zeg maar. Ik kom uit een achterstandspositie, uit een migrantengezin... uit een plek, zeg maar, waar het niet vanzelfsprekend was... om bepaalde connecties te hebben of wat dan ook... Dus, en ik vind het vooral ook juist zonde van dat we dat niet benutten eigenlijk. En dat we eigenlijk ook daarmee soort van blijven toewerken eigenlijk naar damage control en problemen achteraf moeten oplossen. Terwijl er zoveel potentie is. Dus dat is ook waarom ik dit werk doe, zeg maar. En het ook met hart en ziel stap eigenlijk in de meest complexe, uitdagende situaties. Dus ik denk dat we elkaar daar zeker in kunnen vinden. Maar wat ook denk ik echt wel een realiteit is... is dat je gewoon ziet dat nou ja, er weinig feeling is... connectie met bepaalde groepen in de stad. En als we dan hebben bijvoorbeeld dan specifiek weer over het programma Amsterdam Impact... ja, ik denk dat er gewoon zoveel... dat een hele mooie stroming is die nu gaande is van ondernemers... die niet alleen maar geld willen verdienen... maar ook maatschappelijke waarde willen creëren... en daar zitten vast door. Ik heb daar geen zicht op. Ik ken een paar voorbeelden. Er zitten hele mooie dingen tussen. Alleen er is toch ergens ook een mismatch, zeg maar, met de maatschappelijke uitdaging in de stad. Ik bedoel, als we kijken naar bijvoorbeeld in Zuidoost, waar ook ontzettend veel, zeg maar, in ontwikkeling wordt gezet, waar heel veel gaat gebeuren, zou ik het interessant vinden om dan te kijken, goh, wat zijn de maatschappelijke uitdagingen specifiek in dit deel van de stad? Wie zijn hier de professionals? Wie zijn hier de sleutelfiguren? Zitten daar ondernemers tussen? Hoe kunnen we die supporten? Want die zijn ook connected met die omgeving. Die kunnen zich ook verhouden tot die maatschappelijke uitdagingen. En wat je nu eigenlijk ziet, er wordt denk ik een heel waardevol ecosysteem opgebouwd van sociale ondernemers. Maar dat is niet per se, zeg maar, ook de ondernemers die de vraagstukken gaan oplossen waar Abdelhamid mee bezig is. Of daar waar de grootste uitdagingen liggen in deze stad. Maar Ellen, ik geef jou het woord. Ja. Ellen, één vraagje om daarop aan te sluiten. Ja, ik denk dat het niet klopt. Wordt er niet. Ja, want tenminste, het lijkt mij dat de gemeente wel apart economisch beleid heeft per buurt, toch of niet? Nee, wij doen een deel van onze acties in het programma.
doen we eigenlijk voor de hele stad, zal ik maar zeggen. Maar en ook al zijn ze voor de hele stad of zelfs voor de hele regio, dan slaat dat ook nog neer in buurten, om het zo maar eventjes te zeggen. Net het voorbeeld van Boost Je Buurt genoemd, daar gaat het heel specifiek over het stimuleren van ondernemerschap, wat ook zich toespitst op de problematiek of de uitdagingen die we daar zien in bepaalde buurten. Ja. Dus dat is iets waar wij toch op een toegesneden initiatief nemen om dat ook te versterken daar. Dus dat willen we dan niet alleen in één buurt of één gebied doen, maar dat willen we dan juist in alle stadsdelen doen. Ja. Dus dat is iets heel concreets. Maar allerlei andere maatregelen en dingen die we in het programma doen, die hebben ook zijn effect in buurten. Kijk, uiteindelijk gaat het altijd om, we doen het voor mensen in de stad. Ja. Nou, dan moet ik het woord aan Abdelhamid geven, want die, alles wat jij doet, gaat ook echt, komt ten goede van de welzijn van de burgers. Jij wilde ook reageren. En ik wilde eigenlijk vooral aanvullen dat ik denk de dingen die ik doe, met een enorm prachtige mensen om me heen, al die vrijwilligers, die stagiaires, die ouders, die jongeren. Ik denk, maar ook nu, de lat die we nu leggen om in maart eigenlijk met Homebase naar voren te treden en aan te geven van dit is de manier om die ongelijkheid duurzaam weg te werken. Dat holistische verhaal goed toe te lichten. Het begint allemaal bij vertrouwen. In dit geval het vertrouwen met onze partners. Het vertrouwen inderdaad van de gemeente. Volgens mij met dit college, deze wethouders en burgemeester. Dat resulteert in dit geval voor mij dat ik verder durf te gaan dan ooit. De lat zo hoog leggen. En eigenlijk zeg, er mag niet een reden, argument zijn om iets niet te laten werken voor deze gezinnen. Punt. En iedereen moet daaraan aan boord gaan. Iedereen moet daaraan meewerken. En als het hier stopt, dan gaan we om jou heen om het toch te laten werken. En ik denk dat vertrouwen, of tenminste die kracht, is er. Omdat het vertrouwen heel erg voelbaar is. Ja. Op stadsdeelniveau, in dit geval vanuit Nieuw-West, waarin wij dit mogen ontwikkelen en opzetten. Maar nogmaals ook maar ook de bedrijven. Ik denk, zonder de bedrijven kunnen we dit niet. Maar jij zegt vertrouwen, maar het gaat natuurlijk ook om netwerk. Want jij weet je weg ook goed te vinden, zeg maar, richting de gemeente en alle stakeholders die daarmee gepaard gaan. Ja. Maar Neja, eigenlijk de kritische noot die jij plaatste is dat er ook heel veel vergelijkbare initiatieven zijn, zoals dat van Abdelhamid, wat echt wel bezig is om die sociale ongelijkheid tegen te gaan. Maar ook verkeer in die sociale ongelijkheid, die hun weg niet weten te bewandelen. Ja. Welk advies zou je mee kunnen geven aan de gemeente om beter die brug te slaan naar die partijen met wie er nu nog geen relatie is? Echt een proactieve houding. Mm-hmm. In die zin te kijken, dus als er bijvoorbeeld een uitdaging ligt in een bepaalde wijk of stadsdeel. Kijk, die economie is gewoon onderdeel, zeg maar, van ons bestaan. En als je dus het hebt, zeg maar, over ongelijkheid en je wil mensen hun leven beteren, dan hoort economisch perspectief daarbij. Iedereen wil een beter leven. Iedereen wil die mooie schoenen. Of dat hoort er gewoon bij. En ik denk dat op die manier eigenlijk economie, op die manier naar economie kijken. En dat eigenlijk zien als continu als een onderdeel, zeg maar, van die bredere ontwikkeling van de stad. En wat nodig is, zeg maar, voor bewoners. En dan te kijken wat je daarvoor zou kunnen doen. Ja. En ik snap, zeg maar, ook dat je natuurlijk ook erg een soort van structureel beleid nodig hebt, et cetera. En dat kan ook voor een groot deel ook de basis zijn. Maar nogmaals, als je ongelijkheid hebt, dan betekent dat iets. En als je iets meer inclusief wil nastreven, ja, dan is het wel de uitdaging, waar ligt die ongelijkheid en wat kunnen wij doen om dat gat te dichten? Helder. Neja, jij hebt een goed netwerk. Abdelhamid heeft een goed netwerk. Wij gaan knallen. Ik ben van Easy Solutions. Ik heb ook een goed netwerk. Dus Ellen, aan jou de vraag. Het advies is, je moet nog een proactieve houding hebben. Waar kunnen organisaties terecht om met jullie gelinkt te worden?
Hebben jullie een website? Is er een, Ja, wij hebben zeker een website. We hebben ook zelfs een e-mailadres. Ik heb zelf natuurlijk ook een e-mailadres. Dus zij kunnen ons, dat vragen wij ook altijd overal waar we zijn. Dus ik was ook van plan met hier te vragen. Vertel. Van, als je ideeën hebt over, weet je, of je hebt concepten waarmee je problemen wil oplossen in de stad. En je wil dat in een onderneming doen. Dat zeg ik er wel even natuurlijk bij. Weet ons dan te vinden. En wij hebben ontzettend... Wat is de website? Wat is de website? Ik moet afronden. Wat is de website? Oh jeetje. Oh jee. Maakt niet uit, Ellen. We nemen contact op. Ik doe dat, alsjeblieft. Oké, ik ga ervoor zorg dragen dat de website van het programma Impact... die onder leiding valt van Ellen Oetemans... op de site van Pakhuis de Zwijger komt te staan. Dit programma, maar ook het vorige programma over de Wellbeing Economy... is ook terug te bekijken op de website. Het Pakhuis de Zwijger. Ik wil mijn sprekers bedanken voor jullie kennis, ervaring, wijsheid. En hoop ook dat het allemaal bijdraagt aan het welzijn van de mensen. Mijn naam is Dion, ik ben van Easy Solutions. En ik zit hier alleen maar mede dankzij jullie. En ik wil jullie echt persoonlijk verzoeken om naar de site te gaan. En ervoor zorg te dragen dat programma's zoals deze meer gebaard kunnen worden. Dus ik zou zeggen... Pay as you like en een hele fijne avond.